Ik kan het niet voorspellen, maar als hij nog een jaar had gewacht, dan had zeker de verdieping hier beneden gelegen. Het probleem is dat er de zwam is gekomen en die zuigt al het vocht uit je hout. En dat is eigenlijk, hier zie je de draden. En hier zat een latje die als stof naar beneden is gevallen. Ja, dat is, het is gewoon al het vocht gaat eruit, dus het is gewoon helemaal rot. En zo wordt het hele huis opgevreten? Ja, tot dan waarschijnlijk het dak toe. Janken, toen was het een bouwval. Echt een bouwwal. Ja. En nu is het heel anders. Zaterdag is de vloer erin. Willem belde me op en Willem is van zichzelf best een grapjas. Hij belde me op en zegt, maat, mijn huis staat op instorten. Dus ik dacht echt serieus dat hij een grapje maakte. Totdat het overging in huilen. Ik denk, dit is geen grapje meer. Dus toen heeft hij het verhaal verteld. Ik zeg, joh, je moet er blijven wonen, maar het moet wel onderstempeld worden. Het is ongelooflijk wat die mannen aan het doen zijn. Dus echt zoveel respect voor. Superknap. Toen hebben we het pand eens even bekeken en gezien wat de schade echt was. En toen was het echt serieus. 150.000 euro schade? Ja, dat is opgesteld door een expert. En daar moeten we het echt mee doen. Daar moeten we echt alle zeilen bij zetten om daar binnen te blijven. Ja, we hebben bijna 50.000 euro opgehaald. En we hadden zelf nog een spaarrekeningetje. Dus we hebben heel hoop kosten kunnen drukken. Maar goed, we komen nog wel een ton tekort. En... maar wat ik zeg, ja, er zijn zoveel mensen aan het helpen, het is echt ongekend. Het is bijna kerst en ik heb Willem beloofd om met kerst hier een avondmaal te eten. En dat gaat ons lukken. Ja. We hebben heel veel afgehaald en nu nog, maar dat is meer van dankbaarheid en blijdschap. Omdat in het begin dan zie je, we zagen het niet meer zitten, letterlijk niet. Maar we zitten in nood en dan zijn mensen komen samen en die doneert dit, die doneert dat, die doet zus, die doet zo. Ja, dat is fantastisch.